Goedemorgen, welkom. Mag ik zitten? Ieder examen. Goedendag, Rob Bolgert. Welkom. Ja. Welkom in Rijtekuit in Nederland. Er wordt hele innovatieve techniek gebruikt, waar het vroeger natuurlijk hele traditionele weverijen waren. Dus je ziet hoe snel een bedrijf zich kan ontwikkelen van een traditionele weverij tot een composietenbedrijf waar je alles kan maken waar vliegtuigen van blijven vliegen. En dat is mooi om te zien, vooral omdat je daarmee ook ziet wat Nederland nog kan. En niet alleen dingen uitvinden, niet alleen die innovatie, maar ook gewoon prachtige dingen maken in grote hoeveelheden. In Zuid-Europa zitten vaak wat dorpen achter. Nou, dan proberen we dan ook dorre vezels ertussen te doen. Dat het net echt lijkt. Ja, dit echt. Er zit rood zand in een hele dunne vezel. Korte vezel. Zij willen hier heel graag een sterke regio zijn waarin producten gemaakt worden. Materials Valley, zoals zij het noemen. Ik denk ook dat dat met bedrijven als Tenkate echt een kans maakt. Twente kan zo'n regio zijn met innovatie, maar dus ook gewoon met een maakindustrie die producten maakt voor de hele wereld. Dat is een succes voor Nederland. Maar als je dat wil veredelen, dan wil je die druppel precies op de goede plek hebben. Dat kunnen we inmiddels. Ik denk dat de kracht van Tenkate is dat we technologisch innoveren. Voortdurend zoeken we nieuwe technologische innovaties. Dus niet productinnovaties zozeer, maar de basis om heel veel nieuwe productinnovaties te kunnen doen. Het moet een doorbraak zijn, meneer de Vries. Dat is het geweven veld. Die mensen die werken hier al 40 jaar en tegelijkertijd zie je ook mensen heel nieuw binnenkomen met de meest geavanceerde kennis. En als je daar de combinatie van legt, ja, dan ben je een krachtig bedrijf wat kan blijven groeien. En dat is eigenlijk een beetje een model voor Nederland als geheel. Dus het is goed om hier geweest te zijn en om te zien hoe Tenkate die formule succesvol kan toepassen.